Het is hier een geklonk en gezoem van bouwgeluiden. Vertel eens, wat wordt hier aangelegd? Er komt hier het eerste hostel van Leeuwarden, het Alibi Hostel. En we zijn nu echt net is boei begonnen met de grote sloop van, of tenminste de grote sloop, de sloop, het kaal maken van deze ruimte om hem vervolgens weer helemaal op te bouwen en zoveel mogelijk wel in de oude stijl zoals het vroeger was, de gevangenis. En daar gaan we er een mooi hostel van maken. Hoe kom je op dit idee om van een gevangenis een hostel te maken en dan ook nog eens in Leeuwarden? Nou ja, zo'n ruimte leent zich natuurlijk hartstikke goed voor, want je hoeft geen nieuwe kamers te creëren. Alle kamers en cellen die kun je gewoon direct gebruiken als slaapplek. Een hostel in Leeuwarden, de tijd was er rijp voor, dachten wij zo. Heeft dat dan te maken met 2018, dat een aanjager is voor zo'n plan? Niet per se. Het komt voornamelijk voort ook uit dat ik samen met een vriend van mij, Peter van der Zwaag, die ook mede oprichter is van dit hostel, zeg maar. Wij zijn 4 jaar geleden op Eurotrip geweest en hebben toen heel veel in hostels geslapen en dachten toen ook van, waarom hebben we dat in Leeuwarden eigenlijk niet? Dus dat is dan ook de gedachte, dat zo zijn we erop gekomen, zeg maar. Ja, want jullie zijn met z'n vieren, heb ik begrepen, hè? 4 relatief jonge mensen, 20ers. Ja. Hoe is dat idee geboren? Hoe gaat dat? Zit je op een avond bij elkaar te barbecuen en denk je, hé? Ongeveer wel, ja, eigenlijk. Hè? Je zit een avond bij elkaar. We werken alle 4 al jaren in de horeca. En nou, dit miste nog in Leeuwarden. En toen dachten wij, dat moet komen. En toen was het hier rondom de Blokhuispoort nog wat spannend wat er met het pand zou gebeuren. En toen eenmaal de knop om was en het besluit genomen was dat de Blokhuispoort weer helemaal nieuw leven in werd geblazen, toen dachten we, daar moeten we bij zijn. En jullie hebben een plan geschreven. Wat behelst dat plan? Hoeveel bedden bijvoorbeeld komen er? Wat gaat er komen? We krijgen uiteindelijk 65 bedden, verdeeld over ongeveer 20 kamers. We hebben 4 luxe kamers, of relatief luxe, waarbij de badkamer en toilet ook op de kamer zit. Het zijn 2-persoonskamers. Daarnaast 1 minder valide kamer, ook 2 persoons met eigen douche en toilet waar je met een lift naartoe kan. En dan nog een 18-persoons slaapzaal, die zit hierboven. En dan nog 14 2-persoonskamers waarbij de douche en toilet dan op de gang zit. En 2 4-persoons gezinskamers nog. Ik neem aan dat het betaalbaar wordt, dat de insteek is? Ja, zeker. Naast de unieke ervaring van dat je in een gevangenis slaapt, misten we ook in Leeuwarden heel erg gewoon de goedkope mogelijkheid om te overnachten. Het gros van de hotels is gewoon 3-4 sterren. En wij richten ons echt op zeg €20 tot €45 qua overnachting. Wanneer is het af? Hoe ziet het tijdschema eruit? Want je moet er nog een beetje doorheen zien, hè, nu. Het tijdspad is lastig te bepalen natuurlijk in zo'n monumentaal gebouw. We richten nu op het einde van dit jaar, dus rond de jaarwisseling. We hopen op eind november, begin december, maar dat kan natuurlijk altijd iets later worden.